Ja, vrienden, er is verwarring, volgens mij, in het verzet, zal ik maar zeggen. He? In alle boosheid over de politiek en het wantrouwen wat er is. Het lijkt wel of het niet eens kunnen worden met elkaar wat er moet gebeuren. Ik bedoel, iedereen... Dan lees ik weer bij mij al die reacties en dan zie ik weer een heleboel mensen zeggen... Je moet toch niet gaan stemmen. Laat ze maar een lesje leren. Niet doen. Niet gaan stemmen. Vrienden, helemaal fout. Juist wel gaan stemmen. En dan zijn er weer anderen die zeggen, ja, juist wel gaan stemmen. En dan weten ze niet waar ze op moeten gaan stemmen. Ja, want dan stemmen we dan... Ja, ik ga op JA21 of gaan we op PVV. En dan zeggen anderen weer van, ja, en waarom gaan JA21 en de PVV... En de BBB, waarom gaan die dan niet samen? En als die nou een coalitie vormen... Ja, maar die gaan niet samen, vrienden. Dat kan niet meer nu. Dat is nu te laat. We zitten nou vlak voor die verkiezingen. Dus vergeet dat nou, dus die gaan niet samen. En als jullie allemaal een partijtje gaan nemen... Ja, dan ga je dus... dan wordt het dus van alles niks. De een op JA21, die op PVV, die een beetje op de BBB. En dan vormen ze geen macht. Vrienden, dat schiet dus niet op. Nee. En kijk, op links kun je sowieso niet stemmen. En op D66. Want dan krijgen we dat woke gebeuren. Dat hebben we nu weer gezien met die boeken van Roald Dahl. En al die woorden die weer weg moeten. En dat woke, dat verschrikkelijke woke. Ja, die kruipen steeds meer onder onze huid. En verspreiden zich steeds meer in de maatschappij. En het wordt bijna niet meer leuk. Dus ja... Vrienden, als je die wil tegenhouden, dat verschrikkelijke woke, sowieso geen GroenLinks, Partij van de Arbeid, geen D66, VVD ook niet, want die hebben de afgelopen jaren ook gefaald. Dus je moet, maar ga daar niet allemaal op die andere partijtjes stemmen zo, want dan gaat het dus niks worden, vrienden. Nee. Dus daarom, ik blijf het herhalen. Er kan maar één ding. Alle stemmen moeten in één mandje. Alle eieren in één mandje. Allemaal op hetzelfde. Dan krijg je één grote proteststem. En dan ben je duidelijk. En dan stel je wat voor. Anders gaat het niet gebeuren. Echt niet. Echt niet hoor. Ja, ik heb het nou al een paar keer gezegd. Ik blijf het herhalen en ik zeg het weer. Alle ballen op Caroline. En dat maakt dus niet uit, vrienden, of je het nou eens bent helemaal met de Caroline. Nee, op de BBB. Misschien vind je dat helemaal niks. Misschien vind je haar niks. Misschien vind je dat ze nu dingen zegt waar je het niet mee eens bent. Dat doet nu even niet ter zake. Het handigste is gewoon met z'n allen op één partij te stemmen. Gewoon, ja. En daarom. En dan zeg dan tegen elkaar allemaal, oké, BBBB. En dat is onze proteststem. En dat gaat hem worden. Dus, nogmaals, vrienden. Ja. Het is gewoon zo. En het is niet anders. Alle ballen op Caroline.